Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van zondag 4 maart. Er zijn vandaag perioden met zon in Nederland. En het blijft op de meeste plaatsen droog tot aan de avond. Vanavond gaat het wel regenen vanuit het zuidwesten. Al vanochtend is het droog met hier en daar zon en temperaturen in het noorden nog rond het vriespunt. In het zuiden is het al zo'n 2 tot 4 graden. Waait een matige zuidoostenwind en er komt steeds meer zachte lucht onze kant op. Vanmiddag wordt het zo'n 4 graden in het noorden. En 8 tot 10 graden in het zuiden. Wel gaat het in het zuidwesten dan geleidelijk aan regenen. Ook vanavond zijn er perioden met regen, bij temperaturen boven het vriespunt. Vannacht klaart het op en kan de temperatuur tot rond het vriespunt dalen en kan het lokaal glad worden. Morgen is het weer droog, heel misschien dat er in het noordoosten nog een buitje valt, maar verder droog weer dus, bij temperaturen tussen de 8 en de 10 graden. Alleen rond grote ijsoppervlakten is het een stuk kouder, daar wordt het maximaal 5 graden en kan het ook nevelig of mistig zijn. De dagen na blijft het licht wisselvallig met over het algemeen temperaturen ruim boven het vriespunt. Smiddags dus is het vaak 7 tot 10 graden bij een matige wind uit het zuidwesten.